Graus. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter, dank u wel. Landbouwgif. Het gemene ervan, of de grap, het is maar net welk gevoel voor humor je hebt, is dat je landbouwgif wel kunt gebruiken om van bepaalde onkruidsoorten die je toevallig niet zo goed uitkomen, of insecten die je niet zo goed uitkomen, af kunt komen. Maar die troep doodt ook ander spul. Dat kun je op je klompen aanvoelen. Dat gif is heus niet alleen maar giftig voor dat ene plantje of dat ene insectje waar je niet op zat te wachten. En de gevolgen van het gebruik van landbouwgif, Nederland staat in de top 3 wereldwijd met het hoogste gifgebruik per hectare, zijn de afgelopen jaren indringend tot ons gekomen. En gelukkig is er niet echt een groot meningsverschil meer over de noodzaak om dat gifgebruik fors terug te dringen. Deze Kamer heeft de Partij voor de Dieren gesteund in een oproep aan het kabinet om te zorgen voor een Europees moratorium op die nieuwe supergiffen, die neonicotinoïden die verband houden met zorgwekkende bijensterfte. Daar heeft de staatssecretaris van EZ zich ook voor ingezet. Maar toen we zagen dat het Europese voorstel maar heel beperkt was, een moratorium op maar 3 soorten, wat voor Nederland 80% van het gifgebruik ongemoeid zou laten, dan ook nog eens maar voor 2 jaar. Toen heeft deze Kamer gezegd, dat is dus niet genoeg. De zorgen zijn zo groot. Vanuit het voorzorgsbeginsel moet er een nationaal verbod komen op de neonicotinoïden. Deze Kamer heeft het kabinet ook gevraagd een verbod in te stellen op de verkoop van glyfosaat, hormoonverstorend, kankerverwekkend, aan particulieren, dat spul van Monsanto. En deze Kamer heeft het kabinet gevraagd om schimmelbestrijders die resistente schimmels bij de mens kunnen veroorzaken, wat een herhaling van het antibiotica-resistentiedrama zou kunnen veroorzaken, om die ook van de markt te halen. Nu zegt dit kabinet de zorgen van de Kamer te delen. En dat geloof ik ook. Als ik de inzet van de staatssecretaris van EZ en ook die van INM, die meer doet dan haar voorganger, bekijk, dan moeten we dat in alle eerlijkheid ook toegeven en ik vertrouw daar ook op. Maar de vraag is wel, doet het kabinet alles wat er kan? Want dat is wel wat de moties vragen. De moties vragen niet, kijk even of het in Europa kan. Natuurlijk, dat zou het mooiste zijn als we het Europees kunnen regelen. Maar de zorgen van de Kamer waren nadrukkelijk. Als dat niet werkt, en we hebben daar niet zulke goede ervaringen mee, als Europa al in actie komt, dan is dat maar halfhartig. Dan moeten we onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Daar zit de discussie van vandaag. Want wat het kabinet zegt, is dat er juridische problemen zijn als we verdergaande stappen nemen. En de Partij voor de Dieren is het daar niet mee eens. Er ligt jurisprudentie op basis van die Europese afspraken die we hebben, dat lidstaten het voorzorgsbeginsel mogen toepassen als er vermoedens zijn dat bepaalde stoffen een risico opleveren voor de volksgezondheid. Daar hebben we het hier over. En de routes die het kabinet kiest zijn niet verkeerd, maar ze zijn onvoldoende. Alleen de Europese route is te mager. Dank voor de inzet, maar er moet meer. Het CTGB, het college dat in Nederland gaat over de beoordeling van dit soort gifstoffen, vragen om een herbeoordeling, is ook niet verkeerd. Maar de Partij voor de Dieren heeft daar wel grote zorgen over. Hoe kan het dat een onafhankelijke Europese studie ons nu weer wakker schudt over de nog grotere gevolgen van het gebruik van neonicotinoïden, niet alleen maar de bijen en de vogels, maar ook andere soorten? Dat was beschikbare kennis die het CTGB in onze optiek al lang mee had moeten nemen in haar eigen beoordelingen. Dus wat vindt de staatssecretaris daarvan? Dat een verzameling, een analyse van beschikbare wetenschappelijke kennis leidt tot de conclusie dat er zorgen groter zijn dan het CTGB tot nu toe heeft willen toegeven. Betekent dat dan dat het CTGB die studies toch niet meeneemt? Of dat het CTGB andere dingen doet die wij niet willen? Een ander zorgpunt wat het CTGB betreft. Deze Kamer heeft gezegd, die schimmelbestrijders die voor resistentie kunnen zorgen, die moeten we van de markt halen. Wat doet het CTGB? Die laat precies zo'nzelfde schimmelbestrijder recent toe. Is het CTGB dan niet op de hoogte van de waarschuwingen van de Radboud Universiteit, die letterlijk zeggen, mensen met een zwakke gezondheid kunnen longinfecties krijgen, kunnen daaraan overlijden? Wat vindt de staatssecretaris van die handelswijze van het CTGB en waarom beperkt ze zich dan tot de Europese route en herbeoordeling door het CTGB
als oplossing voor de uitvoering van deze moties. Waar de Partij voor de Dieren bezwaar tegen maakt, is dat de route die geen grote juridische gevaren kent, het opstarten van de reguliere procedure, zodat je als lidstaat zegt, wij hebben zorgen over deze stoffen, neonicotinoïden, glyfosaat, die schimmelbestrijders. We zijn voornemens onze van de markt te halen. We starten een procedure waarin sprake is van hoor en wederhoor. We draaien de bewijslast om. In plaats van dat wij moeten bewijzen dat de gevaren onomstotelijk bewezen zijn, is het aan de bedrijven Bayer, Monsanto, Syngenta om aan te tonen dat het geen risico oplevert. En als zij dat niet kunnen, dan staan we sterk en kunnen we die verboden invoeren. Dat duurt ietsje langer dan de noodprocedure waar we niet om vragen. Zou ik het liefste willen, morgen al die stoffen van de markt, maar dat vragen we niet. Maar het is wel een tussenroute die dit kabinet kan benutten en laat liggen. En de Partij voor de Dieren begrijpt niet... Mevrouw Ouwehand, wilt u afronden? Rondaf, u bent ruim door uw spreektijd. Mijn laatste opmerking. De Partij voor de Dieren begrijpt niet dat het kabinet blijft zeggen, we delen de zorgen en deze mogelijkheid laat liggen om snel, zo snel mogelijk, tot een verbod op deze stoffen te komen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Ouwehand. Geef ik nu...